met tenen naar binnen bedoel ik niet dus zo naar binnen, maar naar het midden van de kring. Nou, ik doe meestal als ik doe altijd maar nee. Nou ja, bij mijn mensen doe ik dat altijd dan. En ik zit maar de oudste van de famkes. Dus ik vond het net zo leuk als ik maar de jongeren moest. Dus ik ging famke maar even regen. Famke vond het super leuk. Dus toen hebben we samen bedacht. Als is maar meer ben, want die is mijn eerste oudere meisje. En toen ben die met mensen erbij komen. En nu ben wij als jongeren ben. Nou, ik een groepje opricht. Op een beetje tochten van, nou zullen we dan een folder of zo'n meidje? En dan schreeuwen we er in hele mooie letters alle dingen op. En hoe let en waar en voor welke leeftijd en categorie het is. En zo hebben wij dat naar de Squalata gebracht. En daar hebben we het ophong en daar konden meisjes zich in schreeuwen. En zo is dit eigenlijk een beetje ons team. Lekker! Is het op de top 40 muziek net volle mooi, hè? Nee, dat niet. Ik vind dit wel heel erg leuk. En ik luister wel misschien naar dat muziekjes en dans dan soms wel mee. Maar ik vind dit wel leuker dan de normale muziek. Ja. Je bent zogenaamd een heer, hè, die met de dame gaat flaneren. Ja, misschien. Kijk, dus dan moet je niet dit doen, want dat is niet... Sorry. Deed ik je pijn? Nee. Oh, gelukkig. He, maar dan bestaat de kans dat je dat pijn doet. Rechte persoon rechts aan de buitenkant. Ja, goed zo. En zet hem naast je neer en naar binnen. Vorig jaar hadden we 10 jongens die ook een herenkostuum hebben. En ja, als we dan dus dansen doen zoals deze, waarbij je van partner moet wisselen. En de jongens een beetje stoer kunnen doen en de meisjes een beetje... Anders, dan kunnen de kinderen dat ook wat meer spelen. Dat hebben we nu dus helaas even niet met alleen meisjes. Heel veel winnen naar de eerste klas, naar het voortgezet gong en die het dan in tiet of in sim meer. Die worden dan te oud en die vinden het dan net niet stoer. Misten jongens net? Nee, eigenlijk niet, want die vonden het wel leuk. Alleen dan denken ze dat ze dat beter konden. Dus dan gaan ze, als ze met een meisje moesten, gingen ze telkens zeuren dat ze dat niet wouden. Ja. En dan soms als ze het met een jongen en een meisje moesten, trokken ze heel hard mee. Dus dat was niet zo leuk. Oh, met de vervelende jongens, of net? Ja, maar ze zijn op zich ook wel weer aardig. Oh. En geef elkaar een hand. En links, links en rechts en links. Heel mooi. 1 nog voor achteruit en terug. Ik docht dit in het hielpers. Jongens, ze vaan het zo hartstikke leuk was als je hem alle kan mij eens mee gaan doen. Dan kunnen we veel lol maken en het gezellige meisje nou.